ik ben Nelly en net als jij heb ik een grote droom. Een Emmy voor beste regie documentaire. Maar om daar te komen, heb je soms net even een duwtje in de juiste richting nodig. Ik heb 4 tieners die alle 4 een grote droom hebben. En ik ga ze helpen om een stapje dichterbij hun droom te komen. Hey, ik ben Safienne en ik mis nog even het setje. Zou je me niet kunnen geven, Nelly? Doei. Safienne, geen stress. I got you. Waar wil je dat ik je mee help? Ik vroeg me af of u me kon helpen om een stap te maken die ervoor zorgt dat ik atletiek nog serieuzer kan nemen. Dus dat ik het liefst elke dag op een atletiekbaan kan staan. Want het liefst sta je hier 5 dagen in de week? Klopt. Ja. En waarom doe je dat nu niet? Dan zou ik denken, kom je gewoon 5 dagen, toch? Ja, het is ook een beetje school. Misschien ook een beetje luiheid, misschien een beetje. Want ik wil wel serieus gaan trainen, bijvoorbeeld met sprint. Alleen ik weet niet of het handig is dat ik hier blijf en meer train. Of dat ik een overstap maak, maar dat is moeilijk. Want waar zit die twijfel dan in? Ja, ik heb zo'n coach hier, Marco. Ja. Hij betekent echt veel voor mij. Hij neemt me ook echt serieus. Waar ben je bang voor als je dit allemaal achterlaat en daar naartoe gaat? Je grootste angst? Dat ik de stap maak en dat ik dan niet mijn eigen doelen behaal. Dus het is hier ook veilig. Het is gewoon, ik heb alles om me heen. Ik heb mijn vriendinnen hier. Als ik wil, pak ik de bus, dan ben ik er zo. Alles wat je wil bereiken gebeurt buiten de comfortzone. Mm. Alle veranderingen, alles, buiten de comfortzone. En de comfortzone houdt je eigenlijk tegen. Terwijl als je weet, als je Olympisch goud wil gaan halen... Ja, dan... Ja, ja, ja. In voor je blijft. Safienne moet uit haar comfortzone. Ze moet voor zichzelf gaan kiezen. En ik snap dat het eng is om je coach achter te laten, je vrienden achter te laten, je thuis achter te laten. Maar als je Olympisch goud wilt halen, dan moet je. Dan moet je er alles voor geven. En ik denk dat ik weet wie haar hierbij kan helpen. Ik had een coach voor jou. Maar die kan door omstandigheden niet. Lynette Berenstein, wat ze wel heeft gedaan, is een video voor jou ingesproken om jou encouragement te geven. Hé, hey, deze vrouw speelt gewoon voor het Nederlands elftal. Ze is een van onze Leeuwinna. Super dope! Hoe tof is het dat Lynette onze Savienne even gaat aanmoedigen? Hoi Savienne, Lynette Berenstein hier. Jammer genoeg kan ik er vandaag helaas niet bij zijn. Ik heb gehoord dat je heel getalenteerd bent en dat je een paar moeilijke keuzes moet gaan maken. Vanuit mijn ervaring kan ik je meegeven dat moeilijke keuzes maken horen eenmaal bij het vak. Maar het belangrijkste is wat voor jouw gevoel het beste aanvoelt. En die keuzes moet je ook maken. Je moet voor jezelf natuurlijk altijd het beste uit jezelf halen. Elke dag 100% geven. En natuurlijk ook een beetje luisteren naar je trainer. Dat is ook heel belangrijk. Ik zou je graag willen uitnodigen voor een wedstrijd van ons Nederlands elftal. Om ons een keer te komen bezoeken als je daar zelf ook zin in hebt. Tot snel. Doei, doei. Wel cool, hè? Ja. Jammer dat ze hier niet kon zijn. Ja? Maar desondanks gaan we een fantastische dag ervan maken. Dat sowieso. Safienne? Ja? Tadaa! Onze speelruimte voor vandaag. Vandaag wil ik dat Safienne echt alles, maar dan ook echt alles uit zichzelf haalt. En hoe kan dat beter dan met een survivalbaan? Hé, hey, opgeven is geen optie, hè? Voor jou om het vol te houden? Om het toch door te zetten? Wat blijf proberen. Blijf proberen? Ja. Oké, dan gaan we dat doen. Je gaat een goudmedaille winnen. Olympische Spelen 2028. Maar dat gaat ook echt vallen en opstaan zijn. Klopt. Bijna. Olympisch goud. Wat wil jij? Olympisch goud. Opgeven bestaat niet. Dat... Hoe voelt het? Goed. Ik ben trots. Je bent trots, mannen hè? Mannen zijn kapot, maar
Maakt niet uit. Trot. Dat is zorg voor later. Morgen heb ik geen handen, maar je hebt het wel gepikst. Klopt. Je hebt het gedaan. Het is overwinning, hè? Zeker. Heb jij een standaard stemmetje in je hoofd die jou gewoon naar het volgende stap doet? Of dat je... Ja, ik denk gewoon positief denken van ik ga het halen. Ja. Dat gebeurt net ook gewoon echt en dan ja, daar hou ik het ook van. Omdat je Olympisch goud wilt. Oké. Ik zie al meer goud in Savienne's ogen. Maar ze moet meer uit haar hoofd en meer in haar lichaam gaan zitten. Wanneer je inademt, komt je hoofd zachtjes weer omhoog. Hoe je kruin zich richt naar het plafond. Probeer te blijven ademen in je houding. Zolang je voorhoofd maar gericht is naar je mat. Hoe is het eigenlijk nu bij je nieuwe club? Goed, het is heel leuk daar. En de training is ook wat zwaarder. Ja. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling, dus dat is wel goed. Je hebt een andere coach nu ook, hè? Klopt. Hoe is je nieuwe coach? Heel aardig. En, ja. Hij heeft echt verstand van, dus dat is ook heel fijn. Het voelt niet echt als een plicht of zo, maar gewoon, ik vind het gewoon zo leuk. En ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. En als dat leidt tot een Olympische medaille, dan is dat gewoon mooi. Ja. Stel, het leidt niet tot een Olympische medaille, dan heb ik tenminste alles gegeven. Dus je bent niet teleurgesteld als het niet lukt? Nee, als ik alles heb gegeven, dan niet. Denk je echt dat je lui bent? Nu ik de stap heb gemaakt, niet meer, omdat ik echt een doel heb. Het is dus ook echt voor mezelf, ook het reizen duurt lang. Ik kan minder afspreken met vriendinnen, dus... Ja, het gaat wel goed. Het gaat echt goed. Het gaat wel goed, hè? Bij mij moeten we nu naar andere posities niet. Sorry. Dat je jezelf even laat vallen in het niets. Even laat zweven in het niets. En als laatste je duimen richting je hart. Adem in, adem uit. Kon je een beetje uit je hoofd gaan? Jawel. Ja. Ja? Gewoon rustig. Gewoon. En ik ben ook heel blij om te horen dat je net vertelde. Dat je jezelf hebt omringd met mensen die hetzelfde doelen hebben als jij. Ik ben heel trots op jou. Dat kan ik tegen je zeggen. Ik vind het heel tof dat je mij hebt gemaild. En ik hoop ook echt dat het iets toevoegt als je ook uit je hoofd gaat. Zeker. Ja, ik ga je koffie geven. Hoe eng is dat? Volledig voor jezelf kiezen. Die neem ik mee. Jezelf gunnen om te groeien. Ja. Dat is wat het is.